Voor jou, Loetje Bert, die de hand hebt in honderden schilderijen, gedichten, in duizenden tekeningen. Voor jou, oog en stem, heb ik deze beelden gezien. We veronderstellen dat dit het begin is van onze film. Juni 1934, het oproer in de Amsterdamse Jordaan, toen de regering de steun aan de werkloze arbeiders verlaagde. Er werden barricaden opgericht van huisraad. Jij was bijna 10 jaar en soldaten trokken je straat binnen. Elk oog is een wandluis in het enorme Alhambra van de droom. En naarmate het meer en beter ziet, wordt het een steeds bontere, vleesetende kaleidoscoop. Licht wordt meer en meer levenssap. De kus van de zon, een lasapparaat in de handen van een diepzeeduiker. Het oog van een minnaar is een mijter op het hoofd van een vuilbek. Zo'n oog spuit zachte rotsen uit over het moeras dat een stad vol blinden volkomen insluit. Het oog van de minnaar bestaat om de blinden te redden. Als de werkelijkheid losbreekt in een oog vol collages en surrogaten, worden er met één enkel schildersmedium hele beeldengroepen, vele bouwmeesters met de 5-snarige Archimedes in de goocheltas, een leger van gemene gidsen, dwarskijkers en al de grote zachtverstandigen met hun slakachtige neuzen weggewist. Thank you.
Thank you.
Er is een grote Norse neger in mij neergedaald. Die van binnen dingen doet die niemand ziet. Ook ik niet, want donker is ze daar en zwart. Maar ik weet zeker, hij bestudeert er aard en structuur van heel mijn blanke almacht. Hij morrelt eerst aan half vermolmde kasten. Dan voel ik splinters schieten door mijn schouder. Nu leest hij oude formulieren. Dit is het lastigst. Te veel slaven trok ik af van de belasting. Thank you.
krijgen we weer het programma zoals het behoort te zijn.